Rogier, je eerste wedstrijd weer. Hoe voel je het gaan? Ups en downs. Op een gegeven moment, tweede kwart, zeg maar begin, einde eerste kwart, gedeelte van het tweede kwart, begon de boel te lopen. En gingen we de bal met elkaar delen en toen speelden ze al een tijdje weg. Toen kwamen ze terug en de tweede helft begon ook weer niet goed. En toen, daarna gingen we samen de bal weer delen en schoten voor elkaar creëren en daarbovenop zat het verdedigend wel oké, dus dan krijg je een mooie uitslag. Voor de wedstrijd zeg maar even een minuut stilte voor de grensrechter die overleden is. Hebben jullie het daar als team in de kleedkamer nog over? Ja, nou niet echt volledig als team, maar wel. Ik had bijvoorbeeld met Thomas Koenens had ik het er eventjes over. En dat zijn wel dingetjes. Waar gaat het heen eigenlijk? En mooi gebaar dat ze dat hier doen. Ik bedoel, dat hadden ze niet hoeven doen. Het is basketbal en het gebeurt in voetbal. Dus. Maar eigenlijk wel mooi om. Om daar even stil bij te staan. Het is maar sport. En daar mogen geen doden bij vallen. Nederlands team, nieuwe ontwikkelingen. Heb je een mening over? Ja, heel blij mee natuurlijk. Eigenlijk kon het ook niet anders. Ik bedoel, wat er allemaal gebeurt is te gek voor woorden. En het is mooi dat er een aantal mensen zijn die dit hebben weten te redden. En in dit proces kunnen omkeren. Dus dat is heel mooi. En wel blij, maar eigenlijk kan het ook niet anders, want dat was één grote grap allemaal. Zin om zelf weer te spelen? Ja, tuurlijk, maar ik ben nu net hier. Ik ben hier nu een aantal weken en gelijk geblesseerd geraakt, dus de start was niet helemaal zoals ik had gehoopt. Maar nu gaan we langzaam me inpassen op de manier hoe het moet. En daar gaan we er het mooiste van proberen te maken. Geblesseerd geraakt in Den Bosch, zaterdag weer tegen Den Bosch, jouw oude team natuurlijk. Hoe kijk je er tegenaan? Ja, aparte wedstrijd. Vorige keer duurde die helaas maar een minuutje of drie geloof ik. Dus toen was het snel voorbij voor mij. Maar we wonnen, dus dat is wel mooi. Zolang we maar hetzelfde resultaat hebben als laatste keer ben ik een tevreden mens.